We hebben al de berengreep gezien, de poezengreep, de koalagreep en nu gaan we de dolfijnengreep zien. En ik ga een verhaaltje vertellen. Toen ik jong was, ging ik altijd met mijn mama en papa en mijn twee broers naar de zee. En mijn papa zat in het midden en die roeide. Ja. En mijn ene broer zat helemaal van voor samen met mijn mama. En ik zat achter mijn papa met mijn andere broer. En plots zag ik een dolfijn langskomen. En dat is de dolfijn, Aisha. Ga maar liggen. Oké. Nee, zo. Oké. Dat is de dolfijn. Liggen, zo. Ja, oké. En die dolfijn, die kwam langs dat bootje langs. En ik vind dat zo'n leuke beesten. Ik dacht, ik ga meezwemmen. En ik spring erachter. En terwijl ik spring, denk ik, oei, ik kan niet zwemmen. Dus ik pak die staart van die dolfijn vast. Ja. Ja, ik pak die vast. En die dolfijn die zwemt verder. En we komen voor bij mijn papa. En die zegt, Dominic, je kan niet zwemmen. En ik dacht, ja, ik ben echt wel een dommerik. Ja, dus ik mag niet loslaten. En ik hou vast, ja. En die dolfijn, in het begin vond hij dat wel leuk. Ja, maar daarna probeerde hij zich los te maken. Ja, en je duwt en je probeert los te maken. Ja, probeer maar, Aisha. En ik moet vasthouden, want ik kan niet zwemmen. Ja, ik mag niet loslaten. Ik mag niet loslaten. Ja, oké. Goed. Wisselen. Toen dat Aisha klein was, kwam er ook een dolfijn erbij. Hè? Hij vond het ook een leuke beest. Hè? Ja, oké. Okay. Zij pakt mijn benen vast. Ja, oh, daar zit het. Oké. Ik kan dat proberen los te maken. Maar ik kan proberen nu recht te staan. He? En maar los te maken. Als ik kan recht staan, ben ik gewonnen. Oké, Aisha? Oké. Laat je een beetje doen, hè. Ja. Oké. Okay. Ik probeer los te maken. Oké, één been los. Dan kan ik nu proberen recht te staan. Ja, en Aisha, u laat nu los. Ja, hou me vast en pak mijn andere been terug vast. Ja, en laat me terugvallen. Hop! Vasthouden. Laat mij terugvallen. Hop! Ja. Hij laat los. Dolfijnengreep.